De economische situatie en de problemen binnen de gezondheidszorg zijn haast niet te dragen voor de gepensioneerden in overheidsdienst. Renate Wouden, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, zegt dat gepensioneerden steeds vaker moeten betalen voor medicamenten. Ze gelooft dat dit komt omdat er in de praktijk minder medicijnen door de overheid worden geïmporteerd. Toch, je moet nagaan, je bent een gepensioneerde, je weet niet eens dat je voor een medicijn moet betalen. Je staat daar bij de apotheek en je krijgt te horen, je moet 300 op tafel leggen. Waar vind je dat? Dus dat is wel een probleem. Dat is wel een probleem. Dat moet ik wel toegeven. We hebben dus ook gemerkt dat een senioren met een beperking, dat hoeft het niet eens een geweldige beperking te zijn. Iemand die met een rollator loopt, maar die persoon kan wel lopen, kan alles zelf doen. Maar als je met een rollator loopt, ben je bijna aan huis gekluisterd. Want geen enkel overheidskantoor, niet de banken, nergens kan je terecht met een rollator. Dus dat zijn allemaal dingen die bekeken moeten worden door de overheid en door die particuliere sector. Om te kijken van, hoe ga je de mensen tegemoet komen? Want net wat ik zei, 20 jaar geleden was het misschien anders. De mensen willen zelf hun dingen doen. Wouden wijst erop dat bepaalde gepensioneerden door de economische situatie in het land proberen om wat extra centjes erbij te verdienen. Zij doen dat door zelf dingen te maken. Anderen zijn ook met een eigen tuintje begonnen. Ik zie groente niet alleen, ik zie een groentetuin niet alleen economisch, maar ik vind het is ontzettend gezond, want je eet onbespoten groenten. En we hebben gemerkt dat dat is toegenomen, vooral dus bij de senioren en ook door COVID. Hè. Ze hadden dan niet zoveel te doen, ze mochten niet uit huis, dus dat zijn een heleboel zich gaan toeleggen op het planten dus van groenten. Weet je, en dat kan je in een emmer, dat kan je overal, je hoeft niet een bak te hebben en zo. Dus dat is het. Maar economisch gaat het, nee, dat gaat het niet zo geweldig goed. Wouden hoopt betere tijden tegemoet te gaan. Als de loononderhandelingen goed verlopen, zal dit ook in het voordeel zijn van de gepensioneerden uit overheidsdienst.